Hey, hallo, welkom bij Eurogamer Benelux. Mijn naam is Sander en met mij is Johnny. Hallo allemaal. En Marcel. Hey. Hey Marcel, welkom bij het kanaal, jongen. Ja, bedankt. Ik heb jullie erbij getrokken vandaag omdat wij met z'n allen PlayStation hebben gekeken in het hols van de nacht. 3 uur 's ochtends zaten wij voor de computer gekluisterd. Zaten jullie dat ook? En wat vonden jullie van de livestream? Laat het ons vooral weten in de comments. Laat een like duimpje achter en vergeet vooral niet te abonneren op ons kanaal. Jongens, er zijn een paar dingen waar ik het toch eventjes over wil hebben aangaande de Sony-presentatie. Johnny, kun jij mij vertellen wat wij nu allemaal hebben gezien van Days Gone? Ja, we hebben een nieuw stuk gameplay gezien. Het blijkt dus een open wereld game te zijn. Hoe groot dat is, nou, dat is nog niet duidelijk. En waar de trailer zich vooral op richtte was stealth gameplay. In het begin rij je even met je motor weg. Zijn er wat actiestukjes, maar dan gaat het verder op hoe jij een vijandelijk kamp kan binnendringen, wat je daarvoor kan gebruiken. Het deed op het moment een beetje terugdenken aan The Last of Us, ook qua gameplay. Ja. En vervolgens ook dat jij de zombiehorde blijkbaar tegen je vijanden kan gebruiken. En dat leverde leuke taferelen op. Ja, en niet alleen mensen en niet alleen zombies, maar ook dieren blijken je vijand te zijn. Zo werd je, terwijl je op je motor zat, werd je achtervolgd door een stel wolven. Ja. En aan het einde van de trailer werden we nog verrast door een ander dier. Ja, gaan we dat weggeven of niet? Nou, laten we het gewoon weggeven, anders zien ze het wel in de trailer. Het is volgens mij voor het eerst dat ik een zombiebeer, ik denk dat we het zo moeten noemen, in een game ben tegengekomen. En hij zag er niet al te blij uit en het lijkt me ook niet dat je die wilt tegenkomen in de game. Nee, inderdaad. Dat ziet er wel echt uit als een typische vijand waar je niks mee te maken wilt hebben. Waar je eigenlijk ook niks mee te maken wilt hebben, maar tegen wil en dank toch tegen moet vechten, zijn de Colossi van Shadow of the Colossus, Marcel. Ja. Ze hebben een remake aangekondigd. Waarom? Ja, geen idee eigenlijk. Ik denk dat het wel weer tijd was voor Team Ico om Shadow of the Colossus een remake te geven. Je dacht dat de PS3 remaster niet voldoende was voor deze serie? Nou, eigenlijk wel. Ik vind het eigenlijk heel apart dat ze toch nog die game weer naar de PlayStation 4 halen. En misschien dat ze zoiets hadden van na The Last Guardian van laten we het toch maar doen. Want het is wel een titel die heel erg geliefd is. Maar ja, het is voor mij eigenlijk nog te vroeg. Ja, dat gezegd hebbende, het zag er wel erg goed uit. Ze hebben alle graphics hebben ze opgepoetst. Ja, weet je, ik vind het wel mooi. Maar ik zit me inderdaad af te vragen, hebben we dit nu nodig? Viel The Last Guardian dan zo gigantisch tegen dat Team Ico echt zoiets heeft van snel, scramble, laten we alsjeblieft iets uitbrengen waar mensen van houden. Shadow of the Colossus, snel, doen. Wat? Echt? Was dat echt nodig? Nee, dat was op zich niet nodig. Maar ik denk juist dat The Last Guardian voor zoveel mensen zo goed was, dat ze zoiets hadden van, hey, ik wil eigenlijk best wel weer terugkeren naar de eerdere delen. En dat ze daarop in hebben gespeeld van ja, de PlayStation 3 versie dat is nog niet zo lang geleden. Maar die vond ik persoonlijk ook niet, hij was al een stuk opgepoetst, maar daar had meer in kunnen zitten. En dit zie je echt dat het een duidelijke sprong vooruit is. Ik ben er niet rouwig om in ieder geval en ik ga hem zeker halen. Nee, kijk, ik bedoel, ik ga hem waarschijnlijk wel spelen. Ik vind het een rare keuze, maar hey, een game is een game, is een game is een game. Ik vind het prima. Marcel, ik blijf nog heel even bij jou, want ik heb een gewetensvraagje voor je. Kom maar op. Wanneer is de laatste keer geweest dat wij een volwaardige consoleversie van een Monster Hunter game hadden? Nou, de laatste keer was Monster Hunter 3 Ultimate voor de Wii. U, geloof ik zelfs. Ja. Monster Hunter Tri hebben we nog gehad. Nou, en natuurlijk laatste Monster Hunter Double Cross aankondiging voor de Nintendo Switch. Dus er is eigenlijk al een Monster Hunter game op komst. En ik weet wel waar je naar heen nu. Ja, ik kon niet stil blijven vannacht. Nee, dat was duidelijk. Monster Hunter World is aangekondigd. En we zaten inderdaad met z'n allen zaten we in Discord naar de presentatie te kijken. En jij zat echt achter je stoel. Ik hoorde je echt zo van, oh, dit is zo vet. Dit is zo vet. Oh man, maar het ziet er ook gewoon ontiegelijk goed uit. En volgens mij zijn er ook nieuwe gameplay elementen toegevoegd aan deze versie van Monster Hunter. Marcel? Ja, het is eigenlijk de bedoeling dat je nu in dit deel ook kunt schuilen voor monsters. En dat je camouflage kunt gebruiken. Om onzichtbaar te blijven, zodat je nog makkelijker je prooi kunt aanvallen of in ieder geval weg kunt raken. En er is een grappling hook waarmee je makkelijker door omgevingen kunt gaan. Zo zag je ook bijvoorbeeld in de trailer dat je een dinosaurus kon hooken en daarmee eigenlijk door de lucht kon vliegen. Dus het zijn allemaal nieuwe dingen om eigenlijk door omgevingen te bewegen. Heel interessant. Ja, inderdaad.
Ja. Verder rest geen zicht op hoe de omgevingen ook daadwerkelijk werken. Zitten we nog steeds in die arena-structuur, hè? Die regio's 1 tot en met 10? Of is het nu een open wereld? Ik heb geen multiplayer gezien, maar hey, het is een Monster Hunter game. Dus daar moet haast wel multiplayer in zitten. Ik denk dat ik dat wel vrij zeker kan zeggen. Ja, ik kan het al bevestigen. In ieder geval, er komt een multiplayer in. Dat is ook... In de trailer kwam het heel lichtjes naar voren. Je zag bijvoorbeeld de hunter zelf, die schoot een flare in de lucht. En er kwamen 3 anderen op af. Dus dat laat eigenlijk wel zien dat die 4-player co-op er eigenlijk weer in zit. En Capcom zelf heeft ook al aangegeven dat de wereld veel opener is. En dat je waarschijnlijk dus niet meer die oude structuur hebt van gebiedje naar gebiedje. Maar dat het echt een open map is waar die monsters in voortbewegen. Ja, nou, ik ben in ieder geval heel erg benieuwd. Ik zit op de eerste rang in ieder geval. Waarvan ik ook blij ben dat het toch nog een klein beetje op de eerste rang staat. Want ik was bijna bang dat Sony het alweer vergeten was. Die PlayStation VR headset. Ik was blij om te zien dat we niet alleen een groot blok PlayStation VR games kregen. Maar dat we ook daadwerkelijk games te zien kregen die haast wel de moeite waard lijken te zijn. Moet ik toch zeggen. We hebben The Impatient gezien van Supermassive Games. Het is blijkbaar een VR prequel op Until Dawn. Speelt zich af in een gesticht. Lijkt aan de afgaande van de muziek zich af te spelen in de jaren 50. Verder hebben we Star Child gezien. Een platformer adventure game waarin je een robot bestuurt. Dus geen first person. Hè? Maar dit keer een platformer. Verder hebben we ook niet in first person hebben we Moss gezien. Waarin je een muis bestuurt. En dat zag er eigenlijk uit als een soort van action-adventure game à la The Legend of Zelda. Alleen dan met een muis. Je moet puzzels oplossen. Je moet vechten. Verder een vrij standaard shooter genaamd Bravo Team. Waarvan ik dacht dat het multiplayer... Op mij kwam het over als multiplayer, maar ik weet het niet zeker. Het zag er wel gigantisch generiek en bruin en lelijk en oninteressant uit, moet ik zeggen. Verder Monster of the Deep, wat een Final Fantasy 15 ervaring is, waarin je dus kunt vissen. En ik zit me heel eigenlijk af te vragen, is dit nu een losstaande game of is dit nu een expansion of een gratis update die Square Enix aan Final Fantasy 15 gaat toevoegen? Daar waren ze helemaal niet duidelijk over. En waar ze ook niet helemaal duidelijk over waren, was Skyrim VR. Waarin je volledig Skyrim, heb ik achteraf opgezocht, volledig Skyrim, inclusief alle DLC, kunt spelen in VR. En nou is het me wederom niet helemaal duidelijk, is Skyrim VR nou een betaalde DLC voor Skyrim Special Edition, of is dit weer een losstaande uitgave? Jongens, jullie mening over over dit VR-blok, Johnny? Yo, ik ben al blij dat ik die bril eens een keer kan afstoffen. En weer kan gebruiken, want na Resident Evil in januari heeft hij eigenlijk niet meer aangestaan. Omdat er weinig op uitkomt. Farpoint is onlangs uitgekomen en Carl was daar niet helemaal van overtuigd in zijn review. Nee. Ik ben onlangs bij heb ik Arizona Sunshine gespeeld. Dat leek me een goed excuus om hem weer eens een keer op te zetten. Dus ik ben het eens met wat je zegt eigenlijk qua omschrijvingen. Vooral die Bravo team, dat zag er nogal generiek uit, maar... Eerlijk gezegd, ik ben gewoon blij dat er wat voor komt. Want ik begon me echt zorgen te maken van... wordt dit soort met Sony's Kinect bijvoorbeeld? Ja, inderdaad. Marcel, jij hebt volgens mij nog geen VR-headset, hè? Nee, klopt. Gaat het er nu van komen, denk je, of nog steeds niet? Nee, nog steeds niet. Ik denk dat Sony sowieso te vroeg is ingestapt met VR, vorig jaar. Mm-hmm. En je merkt dat nu al. Mensen die pakken het eigenlijk niet op. En je ziet met de E3 dan wel dat ze de ontwikkelaar het toch proberen te pushen. Ja. Alleen, het blijft toch angstvallig stil. Ook het publiek die raakt niet verliefd, denk ik. Ik ben heel erg benieuwd hoe ze dit gaan doen. Het probleem, denk ik, van VR is nog steeds... hoe demonstreer je dit fatsoenlijk? En wat ik op YouTube zie en wat ik vind dat ontwikkelaars van VR-games eigenlijk vaker moeten doen... is YouTube op de mobiele telefoon heeft de mogelijkheid om filmpjes in 360 graden te renderen. Dan kijk je naar Google Cardboard, hè, een gratis VR-brilletje voor je mobiele telefoon. Waarom zijn er niet meer VR-trailers voor Google Cardboard in die 360 graden view te zien?
Want ik denk dat je op die manier toch wat beter gaat kunnen communiceren. Wat is nou VR? Hoe speelt dat zich nou af? En ja, kan ik hier geïnteresseerd in raken? Maar ik heb het gevoel dat ze nog steeds qua marketing een beetje de plank misslaan. En dat is over de gehele linie van VR, hoor, vind ik. Ja. Een eenduidige manier van dit is VR verkondigen, die is er gewoon niet. En ik denk dat daar toch een misser in zit. Dat zeker, dat kan beter gedaan worden. En inderdaad, waarom gebruiken ze YouTube daar niet voor? En eerlijk gezegd, vaak als je trailers ziet, het overtuigt gewoon niet. Terwijl het in VR bijvoorbeeld wel onwijs overtuigt, maar gewoon de trailer zelf, ja, doet je niet warm lopen. Ik vind dat, ik weet even niet meer hoe de trailer heet, maar die Valve heeft gemaakt voor de HTC Vive in eerste instantie. Ja. Dus dat je echt mensen ziet eerst de bril opzetten en in de kamer, en dat dan in één keer de rest omheen wordt geprojecteerd. Hoe ze dat hebben geëdit, dat vond ik een van de beste video's om je te overtuigen van het potentieel. Maar dat, ja. Dat is een unicum. Ja, maar voor de rest inderdaad qua VR, zoals ze zeggen, the proof is in the pudding. Dan eigenlijk de klapper van de persconferentie, als je het aan mij vraagt, Spider-Man. Zo dan. Spider-Man does whatever a spider can. Inderdaad. Oh, goeie god, wat zag dat er gaaf uit. Het rondswingen, het rondslingeren door New York heen. Het vechtsysteem is logisch. Is Arkham geïnspireerd. Maar het maakt niet uit. Het werkt. Tenminste, het lijkt goed te werken. Je speelt als Peter Parker, voor zover ik kon zien. Tegen Kingpin in dit verhaal. In deze gameplay demo in ieder geval. Johnny, wat komt er in je op? Wat gaat er door je heen? Dat ik hem moet hebben. Ja. Kort maar krachtig. Marcel? Nee. Ja, nee, ik wil hem ook hebben. Het zag er echt uit als de beste game van de persconferentie. Ook gewoon omdat ze een hele mooie, duidelijke trailer hebben laten zien. Met gameplay erin, wat er kan gebeuren. Zitten quicktime events in. De gameplay, of even de gevechten, zien er heel erg fatsoenlijk uit. Ja. En ja, gewoon New York. Gewoon hoe je daar doorheen kan slingeren. Ik kan niet wachten. Ja, helemaal gelijk. Ik heb precies hetzelfde. Johnny, wou jij daar nou nog wat aan toevoegen? Ja, zeker. Want wat ik zo knap vond aan die trailer, want ik heb hem inmiddels nog twee keer bekeken en ik heb hem ook hier even laten zien, is dat het, wat jij zegt, het Arkham systeem, nou, dat is sowieso een heerlijk systeem om te gebruiken en om mee te spelen. Maar het lijkt ook een soort combinatie te doen van de quicktime events uit God of War. En dat hebben ze heel soepel in elkaar vermengd. En als het inderdaad zo soepel speelt zoals dat we in de trailer zien, ja, dan is het echt een ervaring die vrij uniek is. Want het is net een film die je eigenlijk dan aan het spelen bent, met hoe je heel vlot kan knokken, maar ook je omgeving kan gebruiken, je spinnenwebben kan gebruiken. En dan, ja, wat Marcel zegt, New York. Ja, lijkt niks mis te kunnen gaan op dit moment. Nee, inderdaad. Wederom, over het algemeen, over de gehele linie gezien, een sterke persconferentie van Sony, mag ik wel zeggen. Zeker weten. Jongens thuis, wat vonden jullie ervan? Laat het ons vooral weten in de comments. Laat een like duimpje achter. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En als je al geabonneerd hebt op ons kanaal, deel dit filmpje dan met je maten, zodat die dat ook eens een keertje kunnen komen bekijken. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later. Dag allemaal. Doei.